Vaste hoop, vurige liefde. Een spreekwoord zegt, hoop verloren, al verloren. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoop geeft uitzicht en maakt het leven meer draaglijk. En ieder mens hoopt op iets, maar dat wil nog niet zeggen dat die hoop wat oplevert. Hoop kan ook beschamen. De meeste mensen hebben hun hoop wel op iets gezet in deze wereld, in dit leven. Maar dat is niet wat de Bijbel hoop noemt. Efeze 2, vers 12, sprekende over de heidenen, zegt dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Hoop wordt met Jezus Christus in verband gebracht en met beloften en met God. Wat heeft een mens zonder God, die de schepper en gever van leven is? Die mens heeft niks, ook al geniet hij een korte tijd. Wat heb je daaraan als het voorbij is? Want de psalmdichter zegt, de dagen des mensen zijn als gras, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Gods goede tierenheid is eeuwig over wie hem vrezen. Wat is het groot, onbeschrijfelijk groot, dat God naast je staat. Het doopsformulier begint met eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij nieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden of van boven geboren worden, dat is wat we nodig hebben. In het paradijs luisterde onze eerste vader naar de duivel en verknoeide de relatie met God voor hemzelf en voor al zijn nakomelingen. En zo kwam al de ellende en de dood over ons en wij waren onder Gods toorn. De hoop is nu dat het tussen ons en God weer goed wordt en wij mogen leven in de tegenwoordigheid van God. De Heer Jezus beeld dat uit in de gelijkenis van een verloren zoon. Eigenlijk waren er twee verloren zonen. De oudste echter was een fariseer die zijn weg ging van eigen gerechtigheid en niks met de vader had en ook niks van hem nodig had. De jongste zoon kwam tot zichzelf en hij zag zijn ellende als varkenshoeder zonder de gemeenschap met zijn vader. En zodoende kwam hij tot bekering. Hij keerde zich richting zijn vader, zijn God. En hij ging onderweg, bedacht hij wat hij zou zeggen. Vader, dacht hij, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Mag ik een dienstknecht bij u zijn? Maar zijn vader zag hem van verre en liep hem tegemoet en viel hem om de hals en zei, trek een nieuwe kleren aan en doe een ring aan zijn vinger en maak een groot feest. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zo is nu onze God. Hij is liefdevol, hij is medelevend. Bij hem kunnen we op ons gemak zijn. Hij blijft goed. Zijn humeur slaat nooit om. Hij maakt ons gelukkig. Ook al had zijn zoon hem vaarwel gezegd. De vader blijft hem verwachten en de zoon is altijd welkom bij de vader.
En hij, de schaar ziende, hij is Jezus, werd innerlijk met ontferming bewogen over hem, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is nu God. Hij ontfermt zich over ons. Hij heeft ons lief. En als hij ons al lief gehad heeft toen wij nog vijanden van hem waren, hoeveel te meer nu. Daarom is onze hoop een hoop op een levende omgang met onze hemelse Vader. En dat is het eeuwig zalig leven. Ook al leven we hier op aarde en strijden we tegen de wereld en ons eigen vlees, tegen de macht der duisternis en hebben het gevoel alleen te staan, wij hebben toch die hoop. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Wij verwachten het met geduld. We zien soms weinig van deze hoop. Het tegengestelde lijkt eerder het geval. Steeds minder van Gods woord te merken. Steeds minder van zijn kerk op aarde. We leven midden in die strijd tussen Christus en Satan, die steeds verder gaat naar de laatste strijder, grote verdrukking. Christus zei dat het koninkrijk Gods niet komt met een uiterlijk gelaat. Je kunt niet zeggen, zie hier is het of zie daar is het. Maar het komt binnenin uw lieden. En dat is de kracht die de gelovigen ook in duistere dagen mogen ervaren. Al zien ze het niet om zich heen. Het komt van binnenuit. Door de Heilige Geest die in ons woont, die sterkt ons voortdurend met Gods woord en geeft behoefte de Bijbel, Gods heilige berg, te lezen en te begrijpen. Om de hoop die weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. 1. Colossenzen 1 vers 5. Die hoop, die zaligheid is voor ons weggelegd in de hemel, waar geen roest of mot of dieven ze kunnen stelen. Ze is zo zeker. We hoeven er niet over in te zitten. God zal ze zeker aan ons geven. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. En wat maakt ons zalig? Dat we onverschrikt voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen. Want we zijn gerechtvaardigd door het offer van Christus, die onze zonden wegdroeg in de eeuwige vergetelheid. God ontzegt ons de zaligheid niet, want hij zelf heeft ons verkoren en Christus doen komen om ons te rechtvaardigen. Springt op van vreugd, verhef zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft, en voor zijn wraak doet vrezen. Een God die zet uit mensen min,
De onvruchtbaren in een huisgezin en om zijn macht te tonen, gevangen uit de boeien red. Maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Vurige liefde. En de hoop beschaapt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Romeinen 5 vers 5. God heeft ons eerst lief gehad en ons zijn geest gegeven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 8. Daar is niks in ons waarom God naar ons toe kwam met zijn goddelijke liefde. Hij kwam naar ons toen wij nog zondaars waren. Het is louter genade dat God ons lief heeft. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Galaten 5 vers 22. Deze liefde is een vrucht van de geest, dus nooit onze eigen verdiensten. Het is als alle gaven van genade een genadegave. Maar deze liefde werd een liefde voor God en zijn woord, een liefde voor de broeders in ons. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Efeze 3 vers 19. En dan worden wij ook actief. Actief om de naaste lief te hebben. En willen we dat de naaste niet verloren gaat. Maar hem of haar gaan we vertellen van de liefde Gods die ons hoop geeft voor eeuwig heil en gelukzaligheid. Maar wee u, Farizeeën, want gij vertient de munten en de ruiten en alle moeskruid en gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Lucas 11, vers 42. De Farizeeën hadden druk met allerlei uiterlijke dingen. Ze hielden geen rekening met Gods oordeel en vertelden de mensen niet de mogelijkheid dat oordeel te ontkomen en onverschrikt voor de rechterstoel van Christus te kunnen verschijnen. Daarom wee u, gij Farizeeën. Vloekt Meros, zegt de Engel des Heren. De Engel des Heren is de Heer Jezus Christus. Vloekt haar inwoners gedurig, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Richteren 5, vers 23. Iedereen die christen wordt, wordt ook meteen strijder voor het evangelie, een medestrijder Gods. Ze kwamen de Heren niet helpen tegen de helden. Deze uit Meros. Had de Heer hun hulp nodig? Nee. Maar wij hebben het nodig. Wij hebben het nodig om onze dankbaarheid te tonen aan onze Verlosser, die ons verlost heeft van onze zonden. De zonden die we eens zo lief hadden. Als we aan de kant blijven staan, zijn we als Meros. De Heer Jezus zegt: wie met mij niet is, is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, verstrooit. En wat is de strijd? Vaak tegen mensen die zich christen noemen. Daarom moeten we alert blijven en de Bijbel in een vertrouwde vertaling lezen. Laten we vaste hoop, maar ook eeuwige liefde hebben. God heb ik lief van die getrouwe Heer,
Hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar dankzij der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droevenissen. Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed.